Daar ben ik weer. Nou, zoals jullie vorig jaar hebben gezien, heb ik pindaplanten geprobeerd te poten. En dat is vorig jaar helemaal misgegaan. En ik heb het dit jaar weer geprobeerd. En ze staan dus hier. Zoals je kunt zien, herkent ze misschien wel niet. En dit jaar zijn er wel heel veel bloemen uitgekomen. Maar het grote probleem is natuurlijk, wanneer moet je dat nou oogsten? Dus ik heb gedacht van, weet je wat, ik doe het net als met aardappels. Als het loof een beetje begint te verdrogen, dan ga ik ze eruit halen. Dus ik ben ontzettend benieuwd of ik dit jaar dus wel de pinda's heb. We gaan eens even kijken. Eens even kijken of het hier wat uit kan halen. Maar uit één pinda komt dus één plant. Dit, 1, 2. Nou, hier zitten er 3 aan, zie ik. Kijk, 1, 2. Oh, die was nog in ontwikkeling, dus het is misschien toch nog te vroeg. Hier zitten er 3 aan. En ik heb wel gelezen, je moet ze nu gewoon neerleggen en ze laten drogen. Maar veel langer hoeven ze er volgens mij niet aan te zitten. Want... dat is ook geen. Want, kijk, je kunt zien, het gaat wat dat betreft... de plant gaat toch al dood, dus ze hoeven er niet langer aan te zitten. Wat ik ook grappig vind, is dat ik dus gelezen heb dat die bloemetjes die eraan komen, die groeien de grond weer in. En dat kun je ook wel een beetje zien, want dit zijn steeltjes. Kijk, die komen van de plant af. En die groeien dan weer naar beneden toe. Nou, hier zitten er 2 aan. Nou, hier zit er veel meer aan. Kijk. 1, 2, 3, 4. Hier zitten er 5 aan. Oh, wat grappig. Oh, hier zit. Kijk. Zit er 1 aan. Dat is er heel veel. Even kijken, dit is de oogst. En het is. Maar je kunt er niet van leven. Je kunt er niet van leven. Nou, goed, ik was ook heel benieuwd hoe het zou gaan. Ik zal ze eruit halen. Eén plant. Dat zijn 2 planten. Zoals je kunt zien. Kijk. Deze zijn allemaal nog niet volgroeid. Maar ja, het plant begint al wel helemaal dood te gaan. We zitten natuurlijk ook alweer halverwege oktober bijna. Dus wat dat betreft, kijk, het zijn allemaal nog scheuten. En dat zie je wel dus. Hè. Je kunt echt zien dat ze hier hebben bloemetjes gezeten, die groeien dan naar beneden toe. Maar er zit maar 1 pinda aan waarvan ik denk van... er kan wel eens wat in zitten. Nou, hier misschien ook nog. Ja, die misschien ook nog. Maar die misschien ook nog. Maar kijk, van deze kun je duidelijk zien. Die had nog verder moeten groeien. 2, 3. Nou, dit is de opbrengst van 12 planten. Als je nagaat dat voor 12 planten heb ik er 12 pinda's in de grond moeten stoppen. Ik heb er helemaal het hele jaar er niks aan gedaan. Dus ik heb ze gewoon in de grond gestopt. Oh, hier ligt er nog een. Ik heb er dus niks aan gedaan. Ik heb ze gewoon opgekweekt en in de grond gestopt. Nou, zoals je ziet, hier zitten er 3 in. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... 13, 14. Ik heb in ieder geval meer pinda's uit de grond gehaald als ik erin heb gestopt. En ik vond het in ieder geval wel eens even leuk om dat te experimenteren. Om te kijken wat eruit zou komen. Ga ik het volgend jaar weer doen? Ik denk het haast niet. Maar
ik wou het jullie toch even laten weten hoe het af is gelopen. Dus als je nu ook denkt van, nou, misschien is het wel leuk voor mij. En ja, ik zit hier natuurlijk op een vrij schrale grond. Ik zit hier op een zandrug in Drenthe. Ik weet ook niet wat de ideale grond voor die pinda's is. Dit is mijn opbrengst. Ik heb in ieder geval meer uit de grond gehaald als wat erin is gegaan. Dus, nou, dan weet je het in ieder geval. En dan moet je zelf maar bepalen of het voor jou interessant is. De vragen of opmerkingen kan natuurlijk altijd hieronder. Vind je het een leuke video, geef even een duimpje, want dan word ik alleen maar beter gevonden op YouTube. Want niet geabonneerd, doe dat alsjeblieft. En, voor mij is de laatste keer dat ik de pinda's in de grond stop. Maar misschien vind jij het ook wel een leuk idee. En het is in ieder geval leuk om eens een keer te proberen. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video.